Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Aankutten in Super Mario 64 met Rick van Serpent Gameplay. Dat is iets te lang voor de titel, dus noem ik deze video Twomp's Vesting of Twomp's Fort. Het zijn allebei kuttitels, dus ik weet nog niet welk van de twee het wordt. Kijker. Zeg maar, ik weet niet of je deze video fullscreen kijkt. Zou je moeten doen. De game is namelijk hartstikke lelijk. En dan kan je echt gewoon pixels gaan tellen. Klik eventjes je fullscreen weg. En kijk even naar de titel. Is dat een lelijke titel of niet? Ja, dat is waarschijnlijk wel een lelijke titel. Of ik zet er nog iets bij, zoals gaat fout, gaat geld. What? Het hele idee van deze serie is dus, ik ga naar een level toe. Ik haal het level. Einde. Ja, hey, zo makkelijk is het. Soms hebben YouTubers van die hele ingewikkelde ideeën voor video's. En dat is hartstikke leuk. Maar soms is eenvoud ook gewoon een ding. Gewoon lekker makkelijk. Ik ben Rick. Ik speel spel. Jij kom kijk. Hartstikke gezel. Nou dan, we gaan dus eerst even naar de eindbaas toe. Nou, het is niet echt een eindbaas, want het is niet het eind. Het is meer het begin. Ah, nee, het is wel echt zo. En verder heb ik een hele leuke vraag voor deze aflevering die ik graag met jullie wil beantwoorden. Wat nou als, zeg maar, al mijn kijkers, zeg maar, jullie allemaal Chinezen zijn, maar ik niet? Dat is gewoon onhandig, denk ik. Dan verstaan jullie me niet. Dan komen jullie hier alleen voor de gameplay. Ja, en die is niet zo goed. Dus ik ben best wel blij eigenlijk met het feit dat, ja, mijn kijkers niet Japans zijn. Ik heb vast wel een paar keer views uit Japan gehad. Ik heb best wel vaak, als er bijvoorbeeld wintersport is, dan zie ik best wel veel views uit Oostenrijk en zo. Best wel geinig. Ik kan me niet voorstellen dat je op vakantie gaat naar Japan en dan de hele dag Serpent Gameplay gaat kijken. Je bent in Japan. Best duur om daar te komen. Have fun in Japan. Maar ja, ik denk dat ik vrij weinig Japanse kijkers heb. Het is ook best wel moeilijk, want ja, hoe kom je als Japanner opeens bij een Serpent Gameplay video? Ik bedoel, ik kan begrijpen dat je soms bij een rare video komt. Ik heb een tijdje geleden op YouTube opeens een video gevonden van een vrouw die bevalt in een rivier. Dit is oprecht een video, Birth in Nature. Het is echt een heel vaak bekeken YouTube video. Het is een van de enige YouTube video's waar volop gewoon een vagina te zien is waar een baby uitgeperst wordt. Zonder dat het 18 plus is volgens mij. Misschien wel 18 plus, maar het mag wel op YouTube. Als ik per ongeluk een keer een of andere hentai game heb en ik censureer een tepel niet, wordt mijn kanaal geblokt. Maar nee, gewoon een hele baby uit je kut persen. Dat mag, in principe. Dus, ik weet al wat ik ga doen. Als ik ooit een keer zwanger ben, ik ga sowieso bevallen voor een vlog. Want dat mag gewoon op YouTube. Dat is toch fijn? Je moet toch een beetje de regels van YouTube in je voor- en nadeel laten gebruiken. Nou ja, in ieder geval. Wat dus als al mijn kijkers Japanners zouden zijn? Het zou niet heel handig zijn, want mijn gameplay is niet zo goed. Misschien moet ik af en toe even wat hentai vrouwen in beeld plakken. Dat kan ik sowieso wel. Een beetje copy-pasten. Een beetje editen. Hotstuk idee. Wat nou als ik een Japanner was? Ja, dat was best wel moeilijk. Want ik denk dat, zeg maar, als ik Japans was, Serpent Gameplay doen best moeilijk is. Ja, waarschijnlijk was ik dan met hele andere dingen bezig in Japan. Zoals sushi eten en rijstballen kneden. Dat zijn ook gewoon dingen die gedaan moeten worden. Het gaat nu helemaal nergens meer over. Nu nog een belangrijke vraag. Wat nou als ik, zeg maar, niet uit Japan kwam, maar uit Zaandam? Ja, dat is helemaal erg. Zeg maar, van Zaandam en Japan is één van de twee toch wel een heel groot mysterie voor de meeste Nederlanders. En dat is duidelijk Zaandam. Wat gebeurt er in Zaandam? Ik rijd er iedere dag met de trein langs. Ze hebben allemaal huisjes met gare kleuren. Voor de mensen die niet weten wat Zaandam is. Het is beter om gewoon niet te googlen Zaandam. Want ja, het is gewoon damn, Zaandam, Daniel. Oké dan. Hoe snel kan Rick zijn tweede ster halen? Ja, best wel snel. Met een redelijk tempo. Dat is er een van het tempo-team. Hotstuk idee. Wow! Dancing with the stars. Oh man, ik moet opeens door stars. Dat leg ik weer in mijn hoofd. Weet je, dat is best wel cool hoe dat werkt. Met de verbindingen in je brein en zo. Dan denk aan iets raars. Dat doet me denken aan iets raars. En dat doet me denken aan iets raars. En dat ga ik nu even jullie vertellen. Ik had dus een ster en dat deed me denken aan sterren, mensen die shit kunnen. En toen moest ik denken aan een fantastisch programma, Holland's Got Talent. Ja, dat kennen we. Je hebt dus ook Poland's Got Talent. Zelfs in Polen hebben mensen talent. Ik geloof er zelf ook niet zoveel van. Maar het is een programma, Poland's Got Talent. En Poland's Got Talent had een illusionist. Dat was een beetje zoals Uri Geller, zo'n gast van oeh, ik ga je gedachten lezen, boah, boah. En er is een heel bekend trucje dat heel veel illusionisten doen. Daar hebben ze al meerdere kokers.
En onder die koker zitten dan messen. Het zijn kartonnen kokers. En die worden dan gehusteld. En die illusionist weet dan, oké, daar zit geen mes. En slaat hij er zo op. Slaat hij zo die koker plat. En een paar kokers zijn dan leeg. En een paar hebben een mes erin. En soms doen ze dat ook met vrijwilligers. Dan moeten de vrijwilligers slaan. En hij zegt, oké, sla die. Sla die. En dat deden ze dus. Alleen, dat ging dus niet goed. En hij heeft dus een vrouw volop in een mes geslagen. Daar moest ik even aan denken. Dat is altijd weer een leuke gedachte. Oh, ik heb een slechte dag. Nope. Een vrouw slaat met haar handen volop in een mes. En dat is toch weer een beetje relativeren. Denk je, oh man, wat heb ik een rot dag. Mijn potje Super Mario 64 gaat niet goed. Je kan ook met je hand in een mes slaan. Dat is minder leuk, denk ik. Wat heb je liever? Wonen in Zaandam? Deze video kijken of met je hand in een mes slaan? Alle drie tegelijk. Pak een mes. Paat. Doe maar niet alsjeblieft. Alsjeblieft doe dat niet. Ik haat messen en je hand erop drukken. Een van de minst leuke dingen die je kan doen met een mes is je hand erop drukken. Maar dat is gewoon mijn mening natuurlijk. Moet je mee doen wat je wil. Hier zit een uil in. Want weet ik veel. Het is gewoon een uil. Die zit er gewoon lekker te chillen. En die uil die kan je vastpakken. Het is gewoon een soort van dierenmishandeling. Maar in de echte mensenwereld kan dit niet. In de Pokémon wereld, ja, oké, vooruit dan maar. Maar in de echte mensenwereld is het niet echt een ding. Je kan je in deze bak laten vallen. Wat best een moeilijk trucje is. Ah! Maar als het lukt, heb je wel een gratis sterren. En dat wil ik in principe wel. In principe zijn alle sterren in deze game gratis. Weet je welke game sterren niet gratis zijn? Mario Party. Jemig. Moet je er 20 muntjes voor betalen, joh. Kan toch niet. Ik zou graag Mario Party doen op Serpent Gameplay. Alleen het probleem is, Mario Party is soort van een game die je speelt met vrienden. En ja, die heb ik niet. Dus dan wordt het ook zo'n trieste bezigheid. We kunnen in dit level ook meteen even de 100 munten ster halen. Want in dit level 100 munten halen is niet zo moeilijk. Dus dat is wel even fijn. Ja, als het toch geen moeite is om 100 munten te halen. Kan ik het net zo goed even doen. Is weer een extra sterretje. Dus ja. Ik denk dat je je best wel kut voelt als illusionist. Als je ervoor zorgt dat iemand zijn hand volop in een mes slaat. Wat zeg je dan? Oeps, sorry. Zeg maar, als er een opname van is. Ik ben niet zo van gaat fout titels op YouTube. Want meestal gaat het helemaal niet fout. Vriendin verkracht in trapgat. En dan kijk ik de video. Geen vriendinnen verkracht in een trapgat. Maar dit is een video waar je oprecht gaat fout er wat bij kan zetten. En dan denk je, ja. Ja, dat ging wel fout, ja. Dat ging inderdaad op een bepaald niveau niet helemaal zoals je had gehoopt dat het zou gaan. Ergo, het ging fout. Oké, dan. We zijn lekker munten aan het pakken. Ik ga dus en alle rode munten pakken en al deze munten. Want zo ben ik. Waarom ligt hier een rode munt onder? Oh, dat is met dat blok zeker. Ja. Oké, dan gaat best wel goed. Belangrijke truc hier is er niet van afvallen, want dan ga je dood. Zo. Twee munten. Voor mij in het level liggen er echt heel veel. Sommige levels hebben echt, ja, er liggen 102 munten. En je hebt er 100 nodig. Veel succes, nerd. En dit level heeft er echt gewoon veel. Zo van, je mag best wat minder munten neerleggen. Ik kom er wel uit zo. Hey! Kijk eens aan. Die is ook weer helemaal kapot. Dus ik heb hier nog meer leuke onderwerpen. Vroeger, ik weet niet hoeveel mensen deze tijd nog met mij delen, keek ik dus wel altijd de nieuwe Uri Geller. Dat is een programma. Uri Geller, dat is die gast die heel bekend is gewoon met lepels buigen. Zo van, I'm bending the spoon. Die kon lepels buigen. Dan gaf je hem een lepel en dan, hier, ik heb je lepel gemold. Ja, verdomme Uri. Dat is echt gewoon niet tof. Die gast komt bij je thuis, sloop je hele besteklaag, gaat weer weg. En dan, ja, kan toveren. In principe is het verschil tussen een illusionist en een tovenaar is gewoon een tovenaar. Die is eerlijk over dat het trucjes zijn. En een illusionist die jou dom volgt die een speciale gave heeft. Dat is ongeveer het verschil. Maar toen ik klein was geloofde ik dat. Dat die mensen uit Uri Geller, dat echt mensen waren die gaven hadden. Waardoor ze konden zien waar dat mes zat. En dat ze kogels konden stoppen met hun tanden. Toen geloofde ik dat toen ik nog een kleine man was. En ja, toen later zag ik op YouTube letterlijk exposed video's. Ja, er waren toen de tijd al exposed video's van die illusionisten. Van ja, Uri Geller buigt zo zijn lepels. En ik zat te kijken van, wat? Oei, nee. Dat was best wel cool. Even kijken, we moeten nog 6 rode munten. Die zijn al 2 munten per stuk waard, zeg maar. Een rode munt telt als 2 munten. Net zoals een blauwe munt telt voor 5 munten. Weet je dat ook weer? Volgens mij kan je dit zo doen, als je echt even wil. Ah, yes! Oké, dan. We hebben echt al bijna alle munten die we nodig hebben voor de 100 munten ster. Dan moet ik daarna nog eventjes, ja, allemaal rode munten gaan vinden. Want waar de fuck hebben we die dingen verstopt? Ligt hieronder nog eentje. Gaan we daar even heen. Hartstikke mooi. Ik red me wel.
Dus ja, vroeger geloofde ik die shit. Dat jij ook nog mijn favoriete deelnemer van het programma. Hayashi heette die voor mij. Was voor mij wel weer een of andere Japaner Chinees. Was voor mij een of andere dikke gast in een samurai pak. Sowieso, als er mensen zijn met speciale gasten. Dikke gasten in een samurai pak. Staan hoog op de lijst van mensen die waarschijnlijk echt een magische gave hebben. En die ging altijd dingen doen met een samurai zwaard, komkommers en Patty Brard. Geloof me, look it up. De nieuwe Uri Geller, Patty Brard, dan vind je deze shit. Patty Brard doet dan een blinddoek om. En dan gaat hij dingen kapot slaan die ze in de handen heeft, komkommers of zo, met een blinddoek om. Patty Brard hoeft niet per se een blinddoek om, maar fuck Patty Brard's ogen. Dus die mag in principe mag iedereen een blinddoek om. Alleen ja, dan zien we niks meer. In ieder geval, Patty Brard gaat dan gillen terwijl die gast allemaal komkommers kapot slaat. Ja, het is next level televisie. Waarom lukt dit opeens niet? Zeg maar, het gaat gewoon smooth my groove tot nu toe. Ondanks dat we al 10 minuten bezig zijn, ik heb een 100 munten ster. Ik ben gewoon dingen aan het doen. Alleen echt de meest basic shit dingen, zoals op dit blok springen. Daar heb ik dan in één keer moeite mee. Moet ik het gewoon zo doen? Ah, nu heb ik hem wel, ja. Tadaa! 5 munten! Hebben we hier nog een munt? Hey, ik heb het op jou gemunt. Ah, kijk, daar is die mooie ster erbij. Voor mij kun je echt 120 muntjes halen in het level, als je er een beetje in gelooft. Ik geloof er ook wel een beetje in, dus dat komt er goed uit. Ratatata! Ik heb een ster. Het fijne aan de 100 muntensterren is dat je niet het level wordt uitgegooid. En als je andere sterren pakt, wel. Moet je rekening mee houden. Als je dus bijvoorbeeld eerst de 8 rode munten pakt, pak niet die ster. Haal eerst de 100 munten en pak die ster ook meteen even. Even kijken, hoeveel rode munten hebben we nog nodig? Want ik weet er niet zo heel veel meer te lokaliseren. Ik denk nog 1. Nou, kijker. Weet jij toevallig waar de laatste munt kan liggen? Ik niet. Ik weet het wel. Heel misschien zijn er volop in je beeldscherm een rode munt. Ah nee, ah nee. Oh, dat is jammer. Ja. Het leven gaat niet altijd over rozen. Soms gaat het over tulpen, madeliefjes, vergeetmenietjes, jasminten. Ik ken niet zo heel veel bloemen. Zonnebloemen. sneeuwklokjes. Waarom is de muziek in één keer gestopt? Gewoon het hele geluid is opeens gewoon weg. Oké, tuurlijk. Het level heeft er gewoon geen zin meer in ofzo. Wat raar! Oh. Oké, de muziek is er weer. En dan een slaapmuziekje voor deze gare plant die ik net nog heb vermoord. Ga maar lekker slapen, joh. Ga maar lekker slapen. Nou. Ik hou de spanning er wel in. Gaat Rick de 8 rode munten halen? Als hij valt, dan zal hij sterven. Nou, hij moet gewoon nog een keer proberen. Yes. Oh, wat goed. Even goed kijken waar die ster is. Oh, daar ben ik wel eens. Oké, dan. Dan denk je, oh Rick, je hebt nu de rode muntenster en de 100 muntenster. Je hebt zoveel ster. Wat gaan we nu doen? Nog meer sterren halen, kijker. Het is gewoon de eeuwige hebzucht. Wordt heel mooi weergegeven in dit spel. Je hebt een ster, je wilt meer sterren. Moet je dat even fixen. Het hele geluid van de game is in één keer fucked up stil. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan. Klaag me aan. Nee, maar echt. Heel raar dit. Ik heb geen idee waar het ligt, kijker. Als je je geld terug wil, laat even weten. Wat zijn we aan het doen? Fall onto the Caged Island. Oh, dit is zo'n irritante kakster. Wat je moet doen, is er is een Caged Island. Die heb ik je eerder al laten zien. Ik heb deze ster net al heel subtiel proberen te halen. En toen heb ik gefaald. Je hebt dus deze kutvogel. En je hebt daar een hele kutkooi. En je moet jezelf erin laten vallen. Door gewoon heel goed getimed los te laten. Dat is best moeilijk. Ik val hem meestal een beetje naast aan een bepaalde kant. Dus... Ah! Je moet vooral kreunen ook als je het niet haalt. Zeg maar. Er zijn een paar regels. Als je het niet haalt, zet dan wel meteen je meest mannelijke oerkreet in. Ah! En dan, ja, dan is het toch weer een beetje cool. Nou ja, cool. Cool zou ik het niet noemen. Sexy is een betere benaming. Rotskatots. Fuck jou. Fuck planten. Ja. Sommige onderzoekers claimen nu trouwens dat planten ook gevoel hebben. Dus die mogen we ook niet meer eten. Het heeft te maken met dat als je bepaalde dingen rondom planten flikkert, dan geven ze een soort signaal van stress af. Van ah, kut. Dus ja. Moraal van het verhaal. Wees geen plant. Gaat hij het halen? Tuurlijk haalt hij het. Pats. In de roos. In de tulp. In de madelief. In de vergeetje betutter. Oké, dan moet er nog 1 ster. Ik had gehoopt dat eigenlijk dit level, course 2, dat dat mijn snelste level zou zijn qua tijd. Als deze al 15 minuten is, niet meer zelfs. Wat voor tijden ga ik dan ooit neerzetten bij andere werelden? Het ding is ook omdat ik hier de 100 muntenster heb gehaald. In de meeste levels ga ik niet de 100 muntenster halen. Dat is fucking moeite, vriend. Maar deze keer wel, want ik was een goede baar.
Vandaag ben ik in een goede bui. Een kleine, regenachtige bui. Het laatste level is best wel makkelijk, alleen je moet even weten wat je moet doen. Dit is een level waarvan je denkt, huh? Huh? Je moet gewoon echt een keer van iemand gehoord hebben, dit is een ding. Je moet dit hoekje eraf schieten. Vraag me niet hoe ik dit weet. Pats. Dat is het makkelijke deel. Het hoekje eraf schieten is niet zo moeilijk. Dan komt er als goed als een ster uit. Helemaal niet meegekregen zojuist. Is er een ster uitgekomen? Ja. Ja, er zit daar een heel klein sterretje in dat hoekje. En die pakken, dat is een stukje moeilijker. Je moet namelijk niet te veel naar boven, niet te veel naar onder. Echt een beetje wikken en wegen. Beetje van, nou, stel ik mik op dat muntje daar. Gewoon even precies dat muntje in het midden, haal ik het dan. Ik doe mijn, dit doe ik zo. Haal ik dit nu. Oeh, nee! Ah! Nee, dan haal je het niet, nee, tuurlijk niet. Super kansloos, wat? Ik dacht al, misschien kan ik beter wat lager beginnen, want dan kun je gewoon weer teruglopen. En als je het hoog schiet, ja, dan ben je dood. Nou weet ik dus in ieder geval, ik moet net ietsje met mijn bovenste deel van het mikding onder het rode muntje. Het is super kut dat als ik deze route gebruik om naar boven te gaan, wat ik altijd doe, dan gaat die uil tegen me praten. Zo van, hey, ik ben een dierenvriend, maar niet met jou. Jemig, beetje respect. Jemig uil, als je zo doorgaat, hoop ik dat je je vleugels slaat in een mes. Gewoon lekker. Dat is mijn imitatie van een vogel die een mes in zijn vleugel krijgt. Vond je het goed? Abonneer dan. Vond je het minder? Volg me op Tinder. Mario doet ook echt heel veel pijn. Zo, Mario, je moet je hoofd niet volop tegen een muur aanschieten voor een ster. Het is het niet waard. Nee, maar echt. Het is het niet waard. En met echt. Oké, okay, dan. Als ik nou zoiets een beetje probeer. Zoiets. Gaan we er dan weer overheen? Nee joh! Yes! Wel in één keer goed. Behalve die keer dat ik doodging. Woe! Dat was het weer voor deze aflevering. Verstop jullie dochters! Gewoon altijd. Als je ooit een dochter hebt, verstop er. En vind er daarna wel weer. Anders ben je dochter kwijt. Doe even een duimpje omhoog. Als je deze shit leuk vond, dan zie ik jullie de volgende aflevering in. Ze wil nog niet zeggen hoe de derde wereld heet. Super kinderachtig! Nou ja, kijk naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!